Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben echt weer helemaal niet fit wakker geworden. Ik hoopte gewoon dat een dagje goed slapen mij goed heeft gedaan. Maar we moesten ook echt 7 uur wekken, want we gaan om 8 uur moeten we naar een plek. En dan gaan we richting een boottocht. Dat is echt super leuk. Ik heb echt de hele tijd een bloedneus en oh, ik zit gewoon helemaal vol. Vet irritant. Maar in ieder geval, we gaan even klaarmaken. En dan lopen we over 10 minuten richting de bus. En dan gaan we richting de boottocht. Dat duurt ongeveer 5 uurtjes volgens mij. Dus wel zin in. Maar ik had het liever gewild als ik fit was. Maar het is niet anders. We maken er het beste van. Het moet wel goed komen. We zijn even met de bus naar het water gegaan. Waar de katamaran stond. Alleen we konden er nog niet in. Dus we hebben even een terrasje opgezocht in de buurt. Ik wil telkens vloggen. Maar ik ben gewoon niet in staat om te vloggen. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Want volgens mij gaan we echt hele leuke dingen zien vandaag. Hoop ik. En anders gaat Daphne vandaag nog mij overnemen. Neem ik jullie mee vandaag. Ik denk dat dat de beste optie is. Want anders kijk ze in naar zo'n hoofd waar niemand zin in heeft. Jij bent nogal vrolijk. Neem ik jullie vandaag. Welkom bij Daphne. Oh, help. Daphne heeft lekker een koffie besteld. Ik kreeg wat cola. Want ik denk misschien dat het wel even goed is. Die suikers dus, omdat ik zo weer ben. Misschien dat het me gaat helpen. Laten we prayen voor mij. Laat het hopen, maar wel echt een grote, maar beter voor mij. Dit is onze katamaran. En kijk hoe mooi blauw water het hier is. Heerlijk, maar ik denk dat we dat al meer gaan zien vandaag. En die cola heeft me goed gedaan. Echt wel happy. Voor nu, hè. We gaan niet te hard juichen, maar het gaat nu iets beter. Welkom bij de zonnebrand opdoen vlog. We hebben kinderzonnebrand. Oh. Die doet het. Oh, ik krijg toch een super vette huid van. Ja. Zal het uit. Allemaal boven. Ik denk dat ik vanavond wel een paar puistjes erbij heb. Ik denk dat we gaan snorkelen. Ik denk het ook. Lekker water, ja. Mooi hè, popje? Heel mooi. Heel mooi. Koud water. Koud water. Ja. Alleen de boot zit erg vol, dus wij zitten letterlijk hier. Helaas. En hier. We zijn aan het barbecue daarachter, daar heb ik echt zin in. Ja, ik weet niet wat het is, maar ja. Hoe lekker ziet het eruit? Niet. Niet. Nou, we gaan eten, hè? Yes. Heerlijk. Helemaal top, jongens. Ik heb mijn fotograaf gevonden. Ik zit hier ook Nederlands aan boord. En dat meisje vindt ook super leuk om foto's te maken. Dus we hebben echt even een hele fotoregen gemaakt. Gaat zo even uitzien of het leuk zijn, maar ik ben er blij mee. Dat vind ik foto's maken ook wel leuk, maar wel gewoon 10 zijn wel genoeg. En voor mij moet ik echt weer even 300 foto's hebben. Dus dat ziet er mooi uit, super leuk. Het is nu alweer bijna 2:30 en ik dacht dat ze echt nog wel hele mooie plekjes zouden zien. Maar we zitten nu denk ik al 2,5 uur zijn we aangelegd op hetzelfde plekje. Het is wel mooi. Maar niet zoals ik gewend ben van Mallorca. Maar het maakt niet uit. Maar ik hoop wel dat we nog even naar mooie paaitjes gaan eigenlijk. Want het lijkt hier wel mooi te zijn. We gaan het zien. Het is
boottour is weer afgelopen. Dat was leuk. We hebben niet heel veel gezien, maar het was wel gezellig. Kijk, hier gaan we weer even aanmeren. En wij gaan nog even door naar een leuk standje. Yes. Yay. We zitten weer op in de bus. Mijn haar is echt van touw. Oh joh. Zie ik weer niet tegen. Ja. En ik ben weer helemaal weer slecht door die kutbus. Ik vind het een beetje bang. Hij rijdt er als op een hol. Word je ook misselijk van. Ik moet zilver aan de cola, jongens. Help. Nou, we zitten heerlijk bij het zwembad. We zouden eigenlijk naar het strand, maar we zijn beland bij het zwembad. Ook super chill, en Daphne? Yes. Yes. Want het strand is ook top. Maar we hadden dus echt een beetje van het zout over ons heen. Dus dat was echt super lekker om even te zwemmen. Dus hebben we lekker gezwommen. Ik heb er cola gehaald, mijn lifesaver van vandaag. Het werkt gelijk weer oprecht. Fucking raar. Ik had gewoon niet de hele dag cola drinken. Weet je hoe slecht dat voor je is? Maar ja, als het voor een paar minuten werkt, dan heb ik het wel voor over hoor. Dan maar 20 kilo zwaarder als ik thuis ben. Boeit me niet. Als ik maar een beetje geniet. Ik heerlijk hoor. Dit is echt wat je wil. Het is weer avond. Dat meisje, die moeder die we vanmiddag hebben ontmoet op de boot, die ging net even foto's maken van mij. Fucking lief. Ze liep hier langs. Dus ik doe een hele foto's maken voor mij. Voor de webshop. Dacht dat we nog even aan het klaarmaken. Dus ik was nog even lekker rustig. Daarmee door. Dit is het jurkje van de webshop. Dus dat Sanne jurkje. Echt ontzettend leuk. Helemaal blij mee. Ik denk dat ik lekker de witte blazer erbij had. Dan heb ik mijn witte blazer gezien. Oh, hier. Ik vind zo'n witte blazer ook wel heel mooi met een spijkershort hoor. Ja, is ook. Witte blazer erbij. Die heb ik nu echt nog niet nodig. Het is echt een hele warme dag vandaag. Gaan we nemen in ieder geval mee. En mijn witte All-Stars. En wat is jouw fit of tonight, baby? Jurkje. Van Shein. Open kijken nu. Oeh, heel hot. Weer de blazer van Costus. En weer de hakjes, ook van Shein. Gaan we. Lekker sushi eten vanavond. We hadden gisteren ook doen, maar nu gaan we echt. Ja, zin in. Soi of, ja, soi hè? Soi denk ik. Dus we gaan naar soi. Denken we, want gisteren dachten we dat ook en toen ging het weer anders. Dus we nemen je gewoon mee en we gaan zien waar we uitkomen. We zijn beland bij soi. We hebben onze afspraken zijn we nagekomen. Oh. We hebben goed zitten, keppeltje. Wat hebben wij besteld, liever? Sushi en wijn. Voor mij cola. Ik heb cola. Ik had nog nooit veel cola gedronken op één dag. Dus dat is echt lang geleden. Had je de TikTok gezien van zo'n meisje die alleen maar cola en chips eet? Nee. Oh ja, een meisje die eet haar hele leven alleen maar cola en chips. De rest dus niks. En het is nog niet eens super dik. Oh, zie. Dat is goed. Goed dieet. Let's try it. Ik moet even mijn ogen even dicht houden. Daphne denkt dat ik in slaap val. Dat ik een pijn van vlieg. Laat ik een nieuwe Ray-Ban kopen. Hier tegenover zit een Ray-Ban store. Mag ik jou in, Bas? Ja. Hey, kijk wie er achter jou loopt. Kijk wie er achter haar loopt. Met dat paarse shirt. Heb je daar een leuk verhaal van? Nou, vroeger toen Daphne nog een heel klein Daphnetje was. Nu nog steeds klein. Maar nu weer ouder. Toen heeft Daphne een keertje met hem een kusje gegeven. Echt? Ja. Dat kan echt niet, Daphne. Het gaat echt veel te ver. Nee, en nu herkent hij mij niet meer. Hij herkent haar niet. Nee. Hij doet alsof we vreemden zijn. Ja, het is 3 jaar geleden, dat maar weet je toch wel. Ze hebben nog foto's samen, dus ik zeg dat Daphne ons die alleen moet laten zien. Maar dat doet ze niet. Nee. Zo doen? Ja. Nee. Durf je niet, hè? Nee, is raar. Ja. Hij heeft ook een beetje een rare stem gekregen. Gewoon een baard in de keel. Ja, gewoon een beetje laag. Beetje raar. Ik heb honger. Sushi is er. Oh mijn god, was echt super snel, hè? In ieder geval heel lekker, van smullen en daar zijn naaltjes. Heerlijk. Dit was zo tering grappig. Die over dus. Waar Natasja. Waar Daphne een keer mee kusje gegeven. Die zei tegen hem, ken je haar nog? Hij zei, nee. En toen die tijd zei ze zelf gezien van hun twee van 4 jaar geleden. Ah, I'm back. Was zo funny. Ja. Hij zei ook, oh, I'm so embarrassed. Wat betekent dat eigenlijk? Dat hij zich houden nu wel embarrassed aanschaamt. Van dat hij niet meer weet. Beter voor hem. Ja. We gaan door naar Lola's. Oké, jongens, kijk even hoe fucking schattig dit toilet is. Dit is leuk. Love it. We zitten gezellig bij Lola's.
En we hebben even lekker drankje besteld. Jij hebt een Porter Martini. Espresso Martini's. En een Nespo. Cheers! Cheers! Heerlijk. Jongens, we zitten bij het barretje en maatje tegen. Er is een verzekering en ik ben nu op wat dus ik eet een paar keer in mijn staan en gewoon slaap en zoeker en fucking kut. Dus Daphne die gaat het halen, maar. Dit is een nieuwe vrienden. Die gaat er lekker bij. Oh, kan niet meer, zo heel goed. En ik wil het. Ja. Daphne gaat het nog overnemen voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus bij deze. Kom maar bij mij. Hallo. Nou, lieve mensen, het is nu heel laat. Iets te laat. We gaan naar huis, we gaan lekker slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Sorry voor mij. Ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad. En doe voor Mel, want ziek is, heb een duimpje omhoog. Wees er sterkte. En tot de volgende keer.